Wat als je even helemaal klaar bent met daten? Dat is helemaal niet raar. Heel veel vrouwen hebben dat, nadat ze bijvoorbeeld een aantal keer teleurstellende ervaringen hebben gehad. Of misschien zelfs wel heel veel teleurstellende ervaringen heeft gehad. Dan komen ze bij mij en dan zeggen ze tegen mij van: Tim, ik kan het gewoon simpelweg niet meer opbrengen. Het is keer op keer dat gedoe, keer op keer weer hoop krijgen, keer op keer weer teleurgesteld worden. Ik kan het niet meer. Dit komt heel veel voor, is ook heel natuurlijk. Het hoort er bijna wel een beetje bij daten, dat je van af en toe van die periodes hebt waarbij je op het randje burn-out zit als het op daten aankomt en er gewoon simpelweg helemaal klaar mee bent. Nou, in deze video wil ik het hebben over wat je kan doen als je in zo'n situatie zit en hoe je kan voorkomen dat je in de toekomst in zo'n situatie terechtkomt. Als je op dit moment in zo'n situatie zit, heb ik goed nieuws en heb ik slecht nieuws. Het slechte nieuws is, ondanks dat je dit misschien wel zou willen, dat je denkt: ik ben er helemaal klaar mee, ik ben klaar met mannen en daten en ik blijf wel voor altijd alleen, of ik wacht wel totdat er iemand op magische wijze bij mijn voordeur aanbelt en dan doe ik dat wel. Het slechte nieuws is dat dat geen strategie is en dat ik niet een alternatief voor je heb. Ik kan niet zeggen: ga maar zitten op de bank, doe niks en dan kom je hem wel tegen. En ik snap dat sommige mensen, sommige van mijn klanten die bij mij komen, die komen bijna bij mij met het verhaal van: hey, ik wil niet meer mijzelf kwetsbaar opstellen. Ik wil niet meer op de dating apps gaan. Ik wil niet meer op allerlei dates gaan. Ik wil geen teleurstellende dates meer hebben. Ik wil niet afgewezen worden. Ik wil niet geghost worden. Maar ik wil wel een partner vinden. Ja, het lastige is, het een kan gewoon simpelweg niet zonder het andere. En dat is misschien onprettig, maar het is ook een beetje de realiteit van het leven. Van alles wat waardevol is, kost nou eenmaal moeite en energie. Het is een beetje hetzelfde als zeggen: ik wil niet werken, maar wel rijk worden. Of ik wil iedere dag donuts eten, maar ook gezond zijn en een goed hart hebben en er mooi uitzien. Weet je, het kan gewoon simpelweg niet zijn dat je zegt: hey, ik wil niet alle moeilijke en zware dingen doen, maar ik wil wel beloond worden. Dat is niet hoe de wereld in elkaar zit. En met daten is dat net zo. Als je zegt van: hey, ik wil geen energie steken in het vinden van een partner, dan kan je heel lang wachten. Misschien heb je het geluk dat je iemand tegenkomt. Tegen die tijd dat je iemand tegenkomt, ben je al zo eenzaam dat je ook waarschijnlijk wel genoegen neemt met een partner die misschien wat minder goed voor je is. Of misschien wel een slechte partner is. En je zal genoegen nemen met allerlei partners die misschien veel te min zijn. Of misschien zelfs wel narcisten zijn of players zijn of wat dan ook. Simpelweg omdat je zo lang gewacht hebt dat je met honger alles wel aanneemt wat je aangeboden wordt. Dus dat is zonde. Dus misschien, ondanks dat ik heel goed snap dat je vanuit je boosheid en frustratie denkt van: zou het niet fantastisch zijn als ik niks zou hoeven doen en dan alles zou kunnen krijgen? Het is niet echt realistisch en het is een beetje kinderlijk ook om op die manier te denken. Dus dat is slecht nieuws. Goede nieuws is, er is heel veel wat je kunt doen om te voorkomen dat je in die situatie komt dat je date-moe bent en dat je er helemaal klaar mee bent. Want heel vaak wat je merkt is, als je op dit moment in zo'n situatie zit, is dat de situatie een resultaat is van dat je keer op keer een soort van energie insteekt, dat je hoop krijgt, dat je misschien met een man in gesprek raakt en een paar weken met hem aan het appen bent en dat je hoop opbouwt en dat je denkt: dit zou hem wel eens kunnen zijn, ik denk echt dat dit hem is. En dan opeens gebeurt er iets, je hoort nooit meer iets van hem of je ontmoet hem in het echt en hij blijkt totaal creep of een griezel te zijn of wat dan ook. En je denkt: oké, nee, dit is niks. En als je een aantal keren een soort van die rollercoaster hebt gehad met die hoge pieken, gevolgd door een teleurstelling, dat je op een gegeven moment dat emotioneel niet goed meer trekt. Nou, om dat te voorkomen is een van de dingen die je zou kunnen doen voortaan, is vermijd dat je lang app-contact met iemand hebt voordat je iemand persoonlijk spreekt. Geef jezelf niet de kans om al die hoop te krijgen, zodat je daarna weer die enorme teleurstelling hebt. Dus heb korte contact met mensen en spreek sneller met ze af in het echt. En als je met ze afspreekt in het echt, maak het korte, eenvoudige afspraakjes. Misschien een kop koffie op een treinstation of iets anders wat gewoon wat weinig tijd kost, wat je makkelijk kan doen. Zodat je minder energie investeert in een man voordat je hem in het echt tegenkomt. Zodat je minder hoop kan hebben voordat er een teleurstelling komt. Daarnaast kan je op die manier meer mannen zien in plaats van dat je heel veel tijd steekt in één man en al je geld op één paard zet wat misschien weer tegen zou kunnen vallen. Als je meerdere mannen ziet, dan zal je ook zien dat je minder gehecht raakt aan die ene individuele man. Dus dat je minder van die emotionele schommelingen hebt. Tweede ding wat je kan doen voor jezelf is, geef jezelf een tijdlimiet met hoeveel tijd en energie je mag steken in dates. Ik merk met heel veel vrouwen als ze daten dat ze een soort van twee standenmodus hebben.
waarbij ze een gaspedaal hebben wat ze ofwel volledig intrappen, dat ze constant op de dating app zijn, er constant mee bezig zijn, dat ze er iedere avond mee geobsedeerd zijn en dat ze met heel veel verschillende mannen contact hebben, met misschien met meerdere mannen afspreken en dat ze daar zich 100% instorten. En als ze dat dan een tijdje gedaan hebben en het valt een keertje tegen, dan ineens gooien ze alle apps er weer af, hebben ze er helemaal genoeg van en doen ze weer niks voor een jaar. Dus het is ofwel vol gas, ofwel helemaal niet. En wat je eigenlijk wil zoeken is een beetje een gemiddelde daarin. Van je moet niet proberen om een marathon te gaan sprinten. Wat je wil is dat je genoeg energie erin steekt, zodat je nieuwe mannen blijft ontmoeten. Maar misschien is dat een 10 minuten per dag op een dating app, een 20 minuten per dag op een dating app. En één afspraakje in de week of één afspraakje in de twee weken. Want op die manier kan je dat misschien wel een jaar lang achter elkaar volhouden. En kom je veel meer mannen tegen en is de kans dat je de juiste man tegenkomt veel groter dan wanneer je heel even voor 2 maanden alles erop zet en dan vervolgens weer 10 maanden niks doet. Dus probeer voor jezelf een limiet te steken met hoeveel energie en hoeveel tijd je erin kan steken. Want hoe minder je er emotioneel in geïnvesteerd bent, hoe minder energie je erin steekt, hoe makkelijker het is om het voor de lange termijn dat daten vol te houden en uiteindelijk de goede partner te vinden. Wat me ook brengt bij het derde punt is, heb enigszins een realistisch verwachtingspatroon voor partners. Als je iedere date ingaat met het idee van dit is misschien wel de ware, dan is dat nogal een teleurstelling. Dat is een beetje hetzelfde als dat je iedere maand een staatslot koopt en denkt dat je de hoofdprijs gaat winnen. Als je iedere maand dat met dat staatslot thuis voor de televisie zit, dit is de 10 miljoen die ik ga winnen en dan blijkt dat je hem niet wint. En dan ben je weer enorm teleurgesteld. Dan komt het simpelweg omdat je verwachtingspatroon niet echt strookt met de realiteit. En hetzelfde gaat met daten en gelukkig is de kans dat je de ware tegenkomt een stuk groter dan de kans is dat je de staatsloterij wint. Al voelt dat misschien soms niet zo. Maar het is wel goed om realistisch voor jezelf in je achterhoofd te houden dat 99 van de 100 mannen niet geschikt voor jou zijn. Dus dat betekent dat in veel van die appgesprekken die je hebt met mannen, dat die mannen simpelweg niet geschikt voor jou zijn. En als je met een man in het echt afspreekt dat 9 van de 10 dates die je zult hebben, dat die op niks uit zullen lopen. En als je er met die gedachte ingaat, als in van ik ga even kijken of je geschikt is en als hij niet geschikt is, ga ik weer naar huis. Dan zul je zien dat het emotioneel een stuk makkelijker is om een teleurstelling te handelen en dat het misschien ook veel minder een teleurstelling is dan wanneer je iedere date ingaat met de gedachte dit zou wel eens de ware kunnen zijn. Want er is maar een beperkt aantal keren dat je jezelf daarvoor kunt opladen. En misschien heb je dat dan wel ervaren. Zonder dat je de teleurstelling op een gegeven moment te veel wordt. En dat je er helemaal niet meer aan wil beginnen. Dus hou meer in je achterhoofd van wees enigszins realistisch. En als het niet goed gaat, ga niet automatisch vervallen in de nou, ik heb nu 3 dates achter elkaar gehad die niet goed gingen. Dus het zal wel aan alle mannen liggen. Alle mannen zullen wel verkeerd zijn. En mannen willen geen relatie meer tegenwoordig. Of mannen van de leeftijdscategorie die ik zoek willen geen relatie meer, et cetera. Of andersom, dat je het op jezelf gaat betrekken. Dat je denkt, er zal wel iets mis zijn met mij. En dat je allerlei van dat soort ongezonde gedachten hebt. In werkelijkheid zijn een aantal teleurstellende dates is meer een kwestie van dat het onvermijdelijk is, omdat de meeste mensen niet geschikt voor jou zijn. En dat heeft niks te maken met hoe alle mannen in elkaar zitten. En dat heeft niks te maken met wie jij bent of hoe jij bent. Of als je een keer geghost of genegeerd wordt door een man, heeft misschien helemaal niks te maken met jou en alles te maken met hem. Probeer niet patronen te vinden in een aantal individuele situaties achter elkaar. En als allerlaatste, als je blijft daten, hou in je achterhoofd dat het misschien een proces is wat een jaar duurt. En in het jaar of 2 jaar wil je niet alles aan de kant zetten voor jezelf. Je wil niet constant het je nummer 1 focus maken in je leven. Want hoe belangrijker je het maakt, hoe moeilijker het wordt om er op een emotioneel redelijke manier in te staan. Dus probeer ook de andere aspecten van je leven, de sociale aspecten, de gezonde gezondheidsaspecten, je carrière, je spirituele leven. Probeer al die andere dingen niet naar de achtergrond te verdringen of laat die dingen niet verslonsen omdat je al je tijd en energie op je datingleven gooit. Want daarmee maak je datingleven veel te belangrijk. En hoe belangrijker je datingleven maakt, hoe moeilijker het wordt om er een beetje gezonde afstand te bewaren emotioneel. En als je consistent blijft daten, dan is het op een gegeven moment onvermijdelijk dat je de juiste man tegenkomt. En als je nou wil dat dit niet langer dan absoluut noodzakelijk duurt, bekijk dan eens deze video. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te abonneren op het kanaal en ik zie je in de volgende video.